Breda Nu. Je weet het meteen. Het Brabants muziekspektakel pakt groot uit voor haar 25-jarig jubileum met de musical Titanic. Donderdag 20 oktober is deze te zien in het Chassé Theater. Jullie gaan in het Chassé Theater de musical Titanic opvoeren volgende week. Vertel Marion, waarom wordt het de Titanic? Waarom geen andere musical? Brabants muziektheater heeft jubileum, 25 jaar. En zij hebben gekozen voor een grote musical waar veel mensen aan meedoen. En wat denk ik voor een heel breed publiek interessant is. Ja, want ik heb begrepen, Guido, dat er ook heel veel mensen straks op het podium staan. Kun je daar iets over zeggen? Dat is een zekerheid. We beginnen in ieder geval met de cast. Die bestaat uit 45 mensen. Het orkest bestaat ook uit 45 mensen. En dan hebben we ook nog een hele groep met mensen die achter de schermen werkzaam zijn. Maar we hebben ook een speciale groep, hoe noemen we dat? Figuranten. Figuranten. Die doen ook nog eens een keer mee. Dat is een extra dimensie aan de uitvoering. Ja, want Marion vertelde net, fluisterde me net van tevoren al een beetje toe dat het met zo'n vrijwilligersgroep eigenlijk makkelijker is om meer mensen op het podium te staan. Kun je dat nog eens uitleggen? Ja, dat kan ik zeker uitleggen. Wij hebben de luxe dat wij niet iedereen uit hoeven te betalen. Dus wij kunnen zeggen, nou, we nemen er figuranten bij, we nemen een uitgebreide cast. Titanic was uiteindelijk voor heel veel mensen. Dus wij hebben ook gekozen voor een groot ensemble. En ja, als die allemaal betaald zouden moeten worden, zou het niet gaan. Maar omdat dat in ons geval niet is, kunnen wij kiezen voor een grote groep. En ik vind dat dat beantwoordt aan het idee Titanic. Want dat was natuurlijk voor veel mensen. En want het Brabants Muziektheater is een vrijwilligersgroep of een amateurgezelschap, toch? Maar het komt heel professioneel over. Dat kan je wel stellen. Als ik in de cast kijk op welk niveau dat er zanglessen gevolgd worden en gevolgd zijn, dan zeg ik van nou, dit zijn niet de eerste, de beste. Dus het verdient zeker de aandacht om naar deze productie te komen kijken. Ja, en voor uzelf, want u heeft het al over zanglessen en dergelijke. Ik denk dat u ook op een bepaald punt heeft gedacht van ik ga dit als hobby doen. Hoe is dat begonnen? Dat is ooit begonnen, heel lang geleden. Ooit bij de Groot-Bredaanse Revue. Daar hebben we een aantal jaren samengewerkt, Marion en ik. Ik ben daar ooit begonnen als koorzanger en ben verder doorgegroeid in de cast. Dus dat is eigenlijk de aanzet geweest tot hetgeen wat we nu doen op dit moment. Want wat was er bij deze musical nou de uitdaging qua regie? De uitdaging qua regie, ja, dat is een goede vraag. Er zijn heel veel scènes die zich afspelen op de brug van het schip. Dus met de bemanning en dat komt steeds terug. En dat is de kunst om dat toch voor het publiek heel boeiend te houden. He, met de grote ensemblestukken, dat gaat goed lukken. Maar dat is de informatie en de spanning moet daar boven van de brug afkomen. En dat is echt wel een uitdaging geweest om dat goed voor elkaar te krijgen. Plus het aantal mensen, plus het enorme decor. Nou, als u nou een keer een goede semi-professionele productie wilt meemaken in Breda, komende donderdag 20 oktober, aanvang 20:30, zijn nog een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar. En dan durf ik te zeggen, nog maar tientallen. Dus ik zou zeggen, haast u, want we hebben weinig tijd wat dat betreft. En kom aan boord bij de Titanic.